deze niet, dat is wel een oude nog. Jurgen, Bart en Alex hebben een belangrijke taak. Ze voorzien de inkomhal en raadzaal van het stadhuis van LED-verlichting. Alle gloeilampen moeten eruit. Wij vervangen hier de gloeilampen naar LED-verlichting omwille van het feit dat we als stad ook willen besparen, ook zeker in deze tijden. Maar als tweede voorbeeld, en zeker niet een onbelangrijk, willen we als stad een voorbeeld zijn voor de inwoners en willen we ook de inwoners aanzetten om duurzaam om te gaan met hun verlichting, ook in hun huis. Voilà, dat was de laatste. LED-verlichting heeft verschillende voordelen. Een gloeilamp heeft een aantal branduren van 1000 uur, maar van een LED-verlichting is het al snel 20.000 uur. LED-verlichting is op korte tijd heel goed gevarieerd, waardoor dat we niet meer merken dat het eigenlijk LED-verlichting is en heeft dus ook warme verlichting of het voelt ook warm aan. En daarbij komt het ook de energiebesparing die we hiermee doen. In het totaal gaat het om een vervanging van 180 lampen. Met deze LED-verlichting bespaart de stad jaarlijks 1000 euro op haar elektriciteitsfactuur. Na iets meer dan 2 jaar is de investering terugverdiend. Gaan we ze opzetten. Dan wordt 10 jaar tegen naar de volgende.